Ik ben vandaag op de parade bij Pepijn Schoneveld. Pepijn is een vriend van mij en hij is een meneer, maar ook een beetje een jongetje. En laat zijn cabaretvoorstelling daar nou net over gaan. De voorstelling heet namelijk Meneer Jongetje. Ik ga Pepijn vandaag een dag volgen om te kijken hoe het er bij hem aan toe gaat. Helemaal in paniek, zie je het? Ja, Pep. Hey. Hoe is het? Goed hoor. Ja? 10 uur geslapen vannacht. Het is echt rustig. Eergisteren was een rij van hier tot in die rode tent. Mensen zijn allemaal knettergek. Die naar mij toe gaan. Knettertje gek. Mag ik jou bijvoorbeeld iets vragen? Ben jij wel eens teleurgesteld geweest in de liefde? Oh! Tricky. Hey, knip iemand anders. De eerste keer dat de doden vallen, vielen tijdens de deur. Hey, ik laat jullie even met rust. En, want jullie hebben iets met elkaar gehad en nu is het kapot. Ik weet niet wat. De eerste voorstelling is bijna uitverkocht, de tweede ook bijna en de derde nog helemaal niet. Okay. Dus we moeten waarschijnlijk werken voor ons geld. Pepijn! Ja! Dank u wel. Jezus Christus, doe normaal. Dames en heren, de kaartverkoper voor de show Meneer Jongetje gaat nu van start. Hij is vooraan al helemaal uitverkocht, maar hier zijn gelukkig de allerlaatste kaarten. Heeft u kaarten? Kijk, deze mensen hebben kaarten. Natuurlijk hebben we, kijk, hop, aangerend komen ze. Help het trappetje op. Ik kan toch niet thuis aankomen bij mijn moeder en zeggen, altijd uitverkocht geweest. Altijd, behalve die ene eerste show. In Utrecht, dat kan niet. Dan zegt mijn moeder, wat een raar volk daar in Utrecht. Ja, zeg ik dan, ik weet ook niet, zijn lieve mensen, maar ze kwamen niet de eerste show. Wat belachelijk, zo heb ik je niet opgevoed. Bam, en dan schopt ze me, omdat ik moet presteren thuis. Dus helpt u mij, u kunt kiezen, of u koopt een kaartje, of u zorgt ervoor dat ik in elkaar word geslagen door mijn moeder. Dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen hier. Dus het is aan u. Het is aan u. Als u wilt dat ik in elkaar geslagen word door mijn moeder, moet u vooral geen kaartje kopen. Ik heb een neefje. Ik heb een neefje van anderhalf, dat is echt zo. En die noem ik altijd de klauw. Klauwtje. Zeg ik altijd tegen. Omdat toen hij geboren werd, had hij van die babyklauwtjes, weet je wel. Van die dikke, vettige mormelhandjes. Ik hou heel erg veel van het klauwtje. Ik maak nu grapjes, maar ik hou heel erg veel van dit. Ik heb het klauwtje namelijk. Het klauwtje heb ik namelijk ook heel erg vaak vast, zo. Zo. Met dat lieve in het lichaampje, zo. En dan zeg ik altijd tegen hem. Klauwtje! Liefde. Dat zijn lichaampjes zoals half om half gehakt, zodat je vingertjes zijpelt, weet je wel zo. Sorry. De voorbereidingen gingen erg goed die dag. Tot op een zeker moment het noodlot toesloeg. Ja, maar dan, het is de documentaire. Shit, dit doet het niet. Wat is er aan de hand? Oh nee. Wat is er aan de hand? Dit heet paniek, als je nu ziet. Waarom doen de lichten het niet? Maar schel ik er weer uit en weer uit. Oh, fuck. Dit heet angst, wat je nu ziet. Met paniek. Het licht doet het niet! Ik durf niet naar de techniek, want ik ben al zo vaak naar de techniek geweest. Ga naar de techniek, doe niet zo flauw, kom, hop. Maar ik heb wel sterretjes. Maar dan moet je me niet volgen, want dan wordt het gênant. Ja, dat wordt het ook. Nee, niet volgen, want... Nee, maar Daan, ik ga nu even naar de techniek. Wil je dit niet erop? Nee, wil ik niet erop. Het is gênant. Waarom niet? Nou, dan ga ik naar de techniek en dan wordt het gênant. Doe maar alleen in de tent filmen. Oké. En ik ga even naar de techniek, ja? Ja, dus blijf maar staan. Ja.
ik heb het telefoonnummer van de technicus gekregen. Maar van wie? Van iemand van techniek? Ja. Maar ik ben heel bang om te bellen, omdat er gebeurt altijd wat in mijn tent. En ik heb geen technicus natuurlijk. Oké. Dat is ook zo. Dus ik ben een beetje bang dat als ze nu bellen. Uiteindelijk is alles goed gekomen die dag en speelde Pepijn een waanzinnige voorstelling. En die dag, er gebeurde ook helemaal niks. Weet je wel, er gebeurde niks. Maar op een gegeven moment gebeurde er wel wat. Hij werd steeds groter en groter. En ik kon hem met mijn hele hand vasthouden, dat had ik nog nooit gekund. Ik weet niet wat met jou aan. En op een gegeven moment werd hij zo groot dat ik met twee handen vast kon houden. En toen, door het gewicht van mijn pik, brak de wasbak af en ik moest zo doorgaan. En toen, op mijn hoogtepunt, spoot er voor 18 jaar opgekropt zaad uit mij. En dan, als er op een gegeven moment zo'n laag zaad in het kamertje staat, en dan heb ik het alleen nog maar over voorvocht, dan trap ik zo die deur in en ik begin zo op de gang zo al die stelletjes onder te spuiten. Zo, flom, 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 flom. En er gaat een soort van tsunami van zaad gaat er door dat hele ziekenhuis. En het zaad komt uit iedereen's oren en ik zwem zo al spuitend, zo flom, flom, flom. En op een gegeven moment kom ik uit bij die balie waar die vrouw achter staat die me het bordje heeft gegeven. En ik zeg zo, hey, zustertje, zeg eens A. En ik spuit zo in mijn gezicht en begin ik alle potjes van het hele ziekenhuis vol te tappen. Tot ik alle potjes van het hele ziekenhuis vol heb getapt. Oh, er zit een kind in de zaal. Lekker. Wel lekker toch? Goed hè? Heel goed. Heel leuk. Taai, leuk. Beetje, in het begin een beetje taai, maar later ging het wel goed. Ik had ze niet echt... In het begin was ik... Ik ben een beetje te boos in het begin. En dan krijg je het publiek niet echt mee. Dan vinden ze hem niet zo aardig. In het begin vonden ze hem niet zo aardig, maar langzaam kwam het los. Ah, jongens.